Kevin Bovliet, we staan hier in het figurentheater De Maan, het atelier eigenlijk. Jullie roepen de reuzen terug in het leven in Mechelen. Van waar dat initiatief? Wel, het is eigenlijk gegroeid met de omgang van 2013. Hè. Dus de mensen herinneren zich nog, een paar jaar geleden is de reuzenfamilie van Mechelen, erfgoed dat uiteindelijk al meer dan 500 jaar oud is, is toen nog eens naar buiten gekomen. Heeft ook heel veel reactie uitgelokt, heel veel bewondering met zich meegebracht. Maar wat we toen met een aantal reuzendragers moesten vaststellen, dat is dat de regel is in Mechelen dat die reuzen pas slechts om de 25 jaar naar buiten moeten komen. Die frequentie die vonden we nogal laag, vooral ook omdat we merkten dat naar het conserveren toe van de reuzen als erfgoed, maar ook het overdragen van know-how, van die kennis rond het dragen van zo'n reuzen enzovoort. Het bewaren daarvan, dat bleek nogal stroef te verlopen. Vandaar eigenlijk de oproep, of het idee vanuit een aantal reuzendragers om die frequentie, op een of andere manier toch te gaan verhogen. Ja. En om anderzijds ook om de kennis over de reuzentraditie in Mechelen, om die mee te gaan beschermen, te gaan promoten enzovoort, zodanig dat de reuzenfamilie van Mechelen, dat die levendig blijft. Ja. Intussen zijn ze al twee keer buiten gekomen, dag met erfgoeddag en open monumentendag, klopt dat? Wel inderdaad, we hebben met die omgang 2013, de cavalcade toen, hebben we dat idee gelanceerd. Nu de erfgoedcel van de stad Mechelen, ondertussen opgegaan in het Hof van Busleiden, die is daar eigenlijk op ingesprongen. Zij hebben ons ondersteund bij het oprichten van onze reuzenvereniging. En zij hebben ons ook begeleid in die zin om deel te nemen. Wat natuurlijk twee belangrijke momenten zijn als het over erfgoeddag gaat. Dat is de erfgoeddag in april. En dan in september laatstleden de Open Monumentendag. Dus op beide gelegenheden zijn we eigenlijk voor het eerst met onze reuzenvereniging naar buiten gekomen. Er gaat ook gezongen worden, heb ik gehoord, de reuzen. Absoluut. En natuurlijk dan in de eerste plaats het authentieke Sint-Emettenlied zullen we daar zingen. Dan gaan we de kinderen ook toe stimuleren om dat mee te zingen. Wie weet, misschien kan tussendoor wel eens het reuzenlied worden bovengehaald. Ja. Welke reuzenkinderen gaan er mee nu? Wie stapt er mee in de stoet? Voor zondag hebben we Janneke mee, we hebben Noah mee, dat is een van de jongere kinderreuzen, en dan Klaaske, die gaat ook meestappen. Ja. De anderen hadden geen zin. De anderen hadden geen zin, of die hadden iets beters te doen zeker, wie weet dat zij in de toekomst nog wel eens meestappen. Hè. Ja. Zeg, is het makkelijk om hun een meter op de kop te krijgen? Wel, dat is toch niet zo'n sinecure gebleken. We hebben gelukkig de hulp gekregen van Paul Contrein van het Figurentheater De Maan, hè, nog een vaste waarde in Mechelen. Die heeft ons een beetje op weg gezet om die mijters te maken, want het gaat natuurlijk om erkend erfgoed. Hè. Dus in die zin moeten we zorg dragen natuurlijk voor die reuzen, zien dat die niet beschadigd worden. Hij heeft ons op weg gezet om mijters te maken die goed passen over die reuzenhoofden. Ja. Die dus ook groot genoeg zijn, maar die ook zodanig kunnen worden bevestigd dat ze niet gaan vliegen. Of dat ze die reuzenhoofden niet gaan beschadigen, want dat zouden we natuurlijk niet willen. Ja, ik heb hier Paul Contrein bij me van Beeldsmederij De Maan hier in Mechelen. Ja, Paul, jullie hebben je mee achter de reuzen gezet eigenlijk in Mechelen, achter Mechelenreuzen. Vanwaar dat initiatief? Ik ben gevraagd geweest, maar ik was natuurlijk al wel bij de cavalcade van 4 jaar geleden betrokken. Toen had men mij gevraagd om de verdwenen figuren die ooit gemaakt waren, maar die is verloren zijn gegaan, om die terug nieuw leven in te blazen met hedendaagse materialen. Dus die cavalcade was natuurlijk het eerste deel, maar die omgang, daar doen de reuzen in mee, het Rad van Fortuin en al die bijna allegorische, historische dingen, waarvan heel veel objecten nog bewaard zijn gebleven. Die reuzen zijn nog het bijzonderste, omdat ze echt wel levende reuzen zijn. Dat is nog iets anders dan een praalwagen. En ik heb dus inderdaad de draak, de walvis en de eenhoorn gemaakt en nog een paar andere dingen. En dat was natuurlijk wel heel prettig om dan in een groep terecht te komen waar iedereen zo begaan is met dat erfgoed, onder andere van die reuzen. En die reuzen hebben het bijzonder, want ik herinner me als klein kind dat ik voor Janneke stond en die was natuurlijk dan
10 keer zo groot als ikzelf. Dus dat is wel iets dat, eigenlijk, dat je meedraagt altijd. Maar dat de reuzen willen graag nog eens terug buiten komen en niet moeten wachten om de 25 jaar om buiten te komen of bij een speciale gelegenheid, willen ze meer buiten komen. En Sint-Emette is natuurlijk dan een prettig feest om buiten te komen, maar je kan Sint-Emette niet meemaken zonder de juiste kleding. En we moesten het op zijn minst een mijter voor hun maken. En zo'n mijters koop je niet in de winkel, die moet je zelf maken. En bij die reuzenkinderen komt er gewoon wat meer karton en papier bij te pas. Ja natuurlijk, jullie waren wel de beste mensen eigenlijk om daar beroep op te doen, want je hebt al heel veel jaren ervaring, ook met het poppentheater. Ja, inderdaad. Dus wij hebben eigenlijk al wel gewoon van alles te maken. Nu, binnenkort maken we een voorstelling de Tuin van de Walvis. Dat is natuurlijk ook niet een klein beest. We hebben juist de voorstelling Nifanier gehad over twee aliens die een relatie hebben over de mens. Dat is ook wel een hele toffe voorstelling. Dus we zijn gewoon van allerlei dingen te maken. En niet alleen met karton of zo, maar andere mogelijke materialen. Ja. Binnenkort Sint-Emette en jullie zijn druk in de weer hier bij Figurentheater De Maan om de mijter te maken. Wat kan je daar allemaal over vertellen, Jan? Ja, zondag gaan we dus inderdaad Sint-Emette zingen met de reuzen. Dat is de eerste keer in hun 400-jarig bestaan dat de reuzenkinderen dus mee Sint-Emette gaan zingen. Dus de reuzen zijn eigenlijk immaterieel erfgoed van de stad Mechelen. En ook Sint-Emette is erkend als UNESCO-werelderfgoed. We gaan die twee tradities nu samen mengen en we gaan samen met de kinderen van 13:30 vanaf de Nijhoek tot aan het cultureel centrum in optocht Sint-Emette zingen met ons kabaskes. En heb je nog andere plannen in de toekomst, als dit initiatief lukt? Ja, we hebben nog zeker veel plannen. Onze vereniging is nog maar zeer jong eigenlijk. We kijken dus nog altijd uit naar vrijwilligers die mee onze reuzenvereniging kunnen ondersteunen. Niet alleen om er hun schouders onder te zetten, letterlijk en figuurlijk, maar ook om bijvoorbeeld te helpen, bijvoorbeeld met een website onderhouden, mee te lopen eigenlijk als begeleiding van de reuzen. Dus je hoeft niet alleen sterke Jan te zijn. Dat ben ik ook niet trouwens. Ook het Hof van Busleiden heeft er toch iets mee te maken, hè? Ja, schitterend uiteraard. Die doen dat zeker. Want we gaan hoe langer hoe meer autonomer werken als reuzenvereniging. Maar uiteraard zijn we UNESCO erfgoed. We zitten onder de koepel van dus de erfgoedcel van het Hof van Busleiden. En dat willen we ook zo houden natuurlijk. Het is niet de bedoeling dat we elke carnavalstoet, zelfs geen enkele, gaan meelopen. We gaan dat ook wel nauwkeurig bekijken waar dat we eigenlijk in welke optochten en bij welke gelegenheden kunnen verschijnen. Ja. Juffrouw, je wilde mijn kabaske niet vullen en laat ons niet lang mee staan. Want juist, hij had een valling, geef hem een pasje, het zal overgaan. Sint-Emette op de kruk, geef een appel op een stuk, geef een smer op een smer, Sint-Emette de bijna lijf. Hij heeft zijn mantel gesneden. Om aan de armen te geven. En beloofde aan zijn vrouw dat hij koeken bakken zou. Ivo, Ivo, dat hij koeken bakken zou. Met hoeveel mensen zijn jullie nu in de vereniging? Goh, dat is eigenlijk al een heel divers publiek. We zijn een paar keren dus naar buiten gekomen ermee met de Erfgoeddag en met de Open Monumentendag. Dan hebben we een reuzendag georganiseerd waar we eigenlijk gebrainstormd hebben rond de toekomstige plannen. En dat was toch een man of 25 dat er op afkwam. En mensen die zeiden van god ja, we willen mee dragen, maar we willen ook wel mee op andere manieren ondersteunen. Dus zowel jong, oud, vrouw, man, we zijn er allemaal. Voilà, ik zou zeggen succes Jan en tot met Sint-Emette. Dank je wel, en dan gaan we het leren ondertussen nog.